Yo mensen, even ter verduidelijking. Ik was in Spanje aan het strand en ik dacht, weet je wat, goed idee om het daar op te nemen. Alleen ik dacht even niet na over dat het te veel wind zou zijn. Dus de audio in deze video is niet zo heel goed, maar ik hoop dat jullie er alsnog van kunnen genieten. Dus let's go. Jullie hebben weer vragen en ik ga ze bij het strand beantwoorden. Let's go. Ga je studeren? Eerlijk gezegd, ik weet niet zeker of ik ga studeren. Ik ben wel van plan om te gaan studeren. Alleen momenteel zit ik met mijn knie, dus ik weet nog niet precies wanneer zeker, maar waarschijnlijk wel. Je eten smaakt een maand lang naar poep of een maand lang alleen maar azijn drinken? Een maand lang dat mijn eten naar poep smaakt. Want als ik azijn moet drinken, ik denk dat ik daar meer last van ga hebben. Qua mijn keel, et cetera, kan slecht worden, et cetera. En misschien gaat mijn keel verbranden, dus dat wil ik even niet hebben. Ben je net als ik Antilliaans? Nee. Ik ben heel anders Antilliaans dan jou, want zoals ik heb gezien op je profiel ben je half Antilliaans, half Nederlands. Maar ik ben half Colombiaans en half Antilliaans, dus... Krijg je voor Insta geld? Nee, ik krijg helemaal niks voor Insta. Insta is een en al gratis. Jullie kijken alle video's gratis, ik zet alle video's gratis erop, dus ja. Is dit een goede vraag? Nee, dit is echt geen goede vraag, want je bent begonnen zonder een hoofdletter en is het dus geen goede zin, dus is het geen goede vraag, sorry. Je favoriete kleur? Nou, mijn favoriete. Blauw. Wat vinden je ouders van je video's? Zowel mijn moeder als mijn vader vinden het geweldig. Dus dat, ze vinden het ook meestal grappig. Kan je een keer een video maken met je moeder? Ja, ik vind het wel leuk om een video met mijn moeder te maken. Maar dan moet ze wel tijd hebben en zin erin hebben. Dus wie weet, misschien in de toekomst. Als je één baan moest kiezen, wat zou je dan kiezen? Vuilnisman of Rio Onstopper? Als ik een baan zou kiezen, dan zou het vuilnisman worden. Vuilnisman vind ik toch leuker. Yeah, by the way. Terwijl ik het aan het doen ben, zit mijn familie me best wel raar aan te kijken in het deel. Dus dat is ook wel grappig. Maar aan de ene kant ook weer niet. Maar ja, het zal wel. Wat is je favoriete eten? Mijn favoriete eten is churras. Oh, geweldig. Wat is je droomauto? Mijn droomauto is een Mustang. Rijst of Bami? Rijst. Alle talen verstaan, maar zelf niet kunnen praten, of je kan alleen maar Nederlands? Oh, sowieso alle talen verstaan. Ook al praat ik ze niet, alle talen verstaan. Je balhaar eraf trekken of met keukenmes weghalen? Keukenmes, dat is minder pijnlijk lijkt mij, dus keukenmes. Hoe kwam je op het idee om banner te worden? Nou, heel simpel. Ik wilde mensen aan de plaat zetten, dus ja, waarom niet? Waarom vragen zoveel mensen steeds dezelfde vraag? Het is alsof ze nooit naar je video's kijken. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet ook niet waarom ze elke keer dezelfde vraag en niet gewoon kijken naar mijn vorige video's. En, oh ja, je tweede gedoe, dus ben je... Oh, laat maar, nee, oké, okay, Scott. Wanneer ben je weer in Curaçao? Ik weet het echt niet. Ik wil wel heel graag weer terug naar Curaçao. Gewoon op vakantie, et cetera. Niet per se gewoon, maar gewoon even op vakantie. Weer bij mijn vader zijn, et cetera. Maar, ja, het is wel duur. Dus we willen even tijd en geld ervoor hebben. Maar, hopelijk snel genoeg. Zwanger? Nee, ik heb gewoon heel veel gegeten. Sorry, het is dik. Niet zwanger. Mag deze vraag als laatste? Nee. Nee. Wat zou je doen als je ma achter je aankomt met slipper en je vader met riem? Haha, wat ik zou doen, ik zou bidden naar God. En ja, dat is het enige wat ik kan doen, want ik ga sowieso dood op dat moment. Dus ja, bidden naar God. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze editie van de Q&A. Het is heel raar, anders dan normaal. Vooral dat, want, maar ja, het is wel leuk. Waarom niet? Ik dacht, doe het even. En ik hoop dat jullie een fijne dag hebben. Dat jullie ook niet de afgelopen. Dat we meer kracht hebben, dat we sowieso een volgende keer eens zijn. Nou ja, ik zie jullie snel en herinner.